had u toen het eenmaal besloten werd, had u daar aan zich een positief gevoel bij? Of dacht u van, god, waar beginnen ze aan? Ja, het was een beetje, god, waar beginnen ze aan? Ja, ja. Dus de muntunie natuurlijk was een buitengewoon idee. Ja? Dus dat was toch iets heel speciaals. Revolutionair. Maar revolutionair, maar tegelijkertijd ook buitengewoon riskant. En bij de economen was er toch een consensus dat misschien zelfs geen goed idee was. Dat we daar niet klaar voor waren. En ik was toch ook wel een beetje in het kamp van diegenen die zeiden... ja, we nemen hier toch heel grote risico's, omdat het ding niet af is. Hè? We hadden toen besloten om een muntunie op te zetten. Een centrale bank die dat allemaal zou beheren. Maar ik had toch het inzicht, samen met andere economen... dat daar nog andere dingen zouden moeten gebeuren. Dat er uiteindelijk een politieke unie zou moeten komen om dat allemaal te schragen. En dat was natuurlijk het zwakke punt van Maastricht en dus uiteindelijk de muntunie. En dat blijkt dus toch ook wel het geval te zijn geweest, hè? Wanneer we zien wat er na de financiële crisis is gebeurd, dan bleek het toch dat die muntunie, die eurozone, onaf is. De Bundesbank, hè? De Bundesbank was grote tegenstander van die muntunie en beschouwde dus... dat als een project dat te vroeg kwam. Dat was dus het ene kamp, het andere kamp dat het uiteindelijk gehaald heeft. Dat was het kamp waar ook Delors toe behoorde. En die zei, nee, laten we beginnen met die muntunie. En dan gaan we eigenlijk een politieke unie forceren. Want we zullen die muntunie hebben. Iedereen zal dat fantastisch vinden. En uiteindelijk inzien dat het noodzakelijk is om de volgende stappen te zetten, namelijk een politieke unie. Dat was eigenlijk de strategie van diegenen die de stap hebben gezet naar de muntunie. En de vraag is nu, ja, werkt die strategie? Dat blijft nog altijd onbeantwoord. Misschien, maar misschien ook niet. Hè? Want we zien vandaag dat scepticisme in verband met verdere integratie toch buitengewoon groot is. En ik moet ook niet zeggen, in Nederland is dat zo, maar ook in vele andere landen heb je toch een euroscepticisme, met het gevolg dat de vraag nog altijd bestaat, ja, gaat die muntunie stand houden? Is dat toch ook typisch dat de Bundesbank toen eigenlijk daar tegen was en dat de bondskanselier, Kohl, dat die juist een van de mensen is geweest die het er doorheen heeft geduwd? Ja, dat klopt, ja. En in feite illustreert dat ook een beetje het feit dat het een politiek project was. Dus voor Helmut Kohl, de kanselier, was die muntunie in essentie iets politieks. Hij vond dat Frankrijk en Duitsland definitief aan elkaar vastgeklonken moesten worden om een oorlog in de toekomst onmogelijk te maken. De man was natuurlijk heel sterk getekend door zijn eigen ervaring als jonge man in de oorlog en nooit meer. En hij was wel gedreven, denk ik, door die idee, laten we die muntunie doorduwen. Dat leidt uiteindelijk tot een politieke unie en dat zal op definitieve wijze vrede brengen in Europa. Dus dat was een politiek project. Dat was dus geen economisch project. En dus diegenen die kwamen zeggen, ja, maar de economen enzovoort, ja, daar had hij geen geduld mee. En natuurlijk Mitterrand, de tegenspeler in Frankrijk, die had ook een politieke agenda. Zijn politieke agenda was Duitsland en de Bundesbank wat naar beneden halen. Want voor die muntunie was het zo dat de Bundesbank besliste over de rentevoeten, niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk. En dat is natuurlijk niet leuk voor de Fransen. En die vond een muntunie goed, omdat het een techniek was om ervoor te zorgen dat er in Frankfurt niet alleen maar Duitsers, maar ook een Fransman en anderen zouden zetelen. Dus dat was het andere luik, meer machiavellistisch, machtspolitiek. En dus die twee kwamen samen en die hadden dus beide een verschillend politiek project, maar daar zat absoluut geen economische analyse achter. Maar die twee hebben elkaar gevonden in feite in Maastricht. Kohl en Mitterrand. En die hebben in feite ervoor gezorgd dat het gebeurd is. En de anderen die stonden te kijken. Ja, natuurlijk. Dat waren de twee drijvende krachten. Hè? Kohl was waarschijnlijk de belangrijkste. Die had wel een positief project. Hè? De politieke unie en zo. Hè? Terwijl Mitterrand was meer machiavelistisch ervoor zorgen dat Frankrijk goed bediend wordt. Hè? En Kohl heeft het uiteindelijk gehaald. Hij heeft ook moeten ingaan tegen een Bundesbank. En ook waarschijnlijk tegen een meerderheid van de Duitsers. Hè? Want laat het toch duidelijk zijn, dat was in Duitsland op dat moment toch geen echt populair ding. En had men toen een referendum gehad in Duitsland, ja, dan is het helemaal niet zeker dat dat zou goedgekeurd zijn. En er wordt ook wel eens gesuggereerd van, misschien is het een idee om met twee verschillende systemen te gaan werken. Een soort euro-Noord en een euro-Zuid. Maar is dat dan... Ik geloof daar niet in. Dus ja, dat wordt regelmatig geopperd. Maar ik geloof daar niet in. Ik zie niet goed in hoe de landen in het zuiden een belang bij hebben om samen te gaan. Ik kan mij niet voorstellen dat Italië geïnteresseerd is om met Griekenland bijvoorbeeld een muntunie te gaan doen. Die zijn daar niet geïnteresseerd. Dat zal dus nooit gebeuren. Als het splitst, ja, dan zal het een andere vorm aannemen, denk ik. Dan zal het iedereen voor zich zijn. Dan zullen landen eruit trekken en opnieuw hun eigen munt hebben. Dus eventueel kan het ook zo zijn dat een aantal landen bij Duitsland blijven. Dat is natuurlijk wel mogelijk, hè, dat als dat in elkaar stort, dat de Nederlanders zeggen, ja, laten we samen met de Duitsers blijven en de Oostenrijkers ook, zoiets. Maar ik zie absoluut geen tweede muntunie met Italië, Griekenland, Spanje en Portugal. Dat vormt absoluut geen hecht geheel. En dat zal in de kortste tijden ook uit elkaar spatten. Ja. Acht u het mogelijk dat inderdaad de muntunie uit elkaar zou vallen en dat iedereen weer teruggaat naar zijn eigen munt, de mark, de gulden, de frank? Ik acht dat zeker mogelijk. Of wordt dat veel te duur misschien? Ik acht dat zeker mogelijk. Het is zeker niet wenselijk. Als je zou vragen, is het wenselijk? Dan zou ik zeggen, nee, laten we dat proberen samen te houden. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar laten we dat toch doen. Maar dus, dat is zeker een mogelijk scenario dat het ding uit elkaar valt. Dus het feit dat we er niet toegekomen zijn om een budgettaire unie tot stand te brengen, een politieke unie, blijft een probleem. Hè? Een unie heeft ook solidariteitsmechanismen nodig. Als bepaalde deelnemers het niet goed doen, problemen hebben, ja, dan verwacht je wel dat we elkaar helpen. Dat gebeurt ook binnen elk land. Hè? In Nederland gebeurt dat ook. Er zijn momenten dat een bepaald deel van het land het minder goed doet. Wel nu, door het feit dat er een eengemaakte begroting is, dat je ook een politieke unie hebt, zal dat vanzelf leiden tot transfers waarbij je elkaar helpt. Dat is eigenlijk essentieel om een land bijeen te houden. Een unie waarbij de deelnemers aan elkaar zeggen, kijk, we gaan een unie maken, maar als je in de problemen komt, je moet niet op mij rekenen. Ja, die unie blijft niet bestaan. Hè? Zoals een huwelijk. Je zou een huwelijk aangaan en je zegt tegen elkaar, we zien elkaar graag, maar als je in problemen komt, moet je niet op mij rekenen. Wel, zo'n huwelijk houdt geen stand. En hetzelfde kan gezegd worden van een muntunie. Als er daar geen bereidheid is om elkaar op momenten van crisis te helpen, ja, dan blijft dat niet bestaan. En dat is natuurlijk de vraag, zijn we bereid om zo'n solidariteitsmechanisme tot stand te brengen? En ik zie vandaag eigenlijk dat er niet veel bereidheid is om dat te doen. Waarom is dat? Ik denk dat er ergens een diepe variabele ontbreekt. Hè? Wij beschouwen de Grieken niet als onze broeders en zusters. Maar in Nederland beschouwen we de andere Nederlanders als broeders en zusters. En zijn we bereid om elkaar te helpen? En zolang dat die situatie blijft bestaan, zal het bijzonder moeilijk zijn om zo'n muntunie samen te houden. Ja, en de trend is eerder nationalistisch dan Europees. Precies, ja. Dus dat is het probleem, hè, dat we vandaag overal zien. En we zien overal in feite minder bereidheid om elkaar te helpen dan, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden. Dat is een beetje een paradox, want we hebben een unie tot stand gebracht. Je zou denken, ja, als je zo'n unie tot stand brengt, dan zal de bereidheid om elkaar te helpen toenemen. En in feite is het afgenomen. En nu Engeland, daar waar u doseert, zeg maar. Hoe is daar nu de stemming en hoe ziet u wat de gevolgen zullen zijn? Zowel voor Engeland als ook voor de landen die binnen de Europese Unie blijven. Ja, voor Engeland natuurlijk is dat een buitengewone gok. Hè? Dus ik was in Engeland tijdens de campagne, de verkiezingscampagne, of liever de referendumcampagne. En wat mij toch opgevallen is, is het gebrek aan economische analyse van de mogelijke effecten van Brexit. En daartegenover het emotionele. Dat is allemaal gedreven geweest door het emotionele. Vooral het emotionele dat uitgegaan is van de mensen achter Brexit, van take back control over our borders, our money. En dus dat is natuurlijk buitengewoon emotioneel geweest. Vele Britten hebben gezegd, ja, wij moeten opnieuw soeverein worden. Een onafhankelijk land. Zonder eigenlijk goed te weten wat dat betekent. Hè? En nu zitten ze daarmee. Nu weten ze nog niet wat dat ze willen. Als we nu kijken naar de Britse regering, die weet gewoon niet wat ze wil. Hè? Welk soort scheiding? Hè? Hard Brexit, soft Brexit. Hoe gaan we dat nu eigenlijk organiseren? En men heeft daar eigenlijk nog geen idee van. En de kans is natuurlijk groot dat de extremen, degenen die absoluut het idee van soeverein onafhankelijk land willen, dat die het zullen halen. Met het gevolg dat Groot-Brittannië zich zal afsplitsen en in feite zal moeten behandeld worden zoals Canada en de Verenigde Staten. Namelijk een handelsakkoord dat jaren zal aanslepen en waarvan de resultaten niet duidelijk zijn. Dus ik denk dat dat voor Groot-Brittannië geen goede zaak is. Maar goed, het is nu zo. En ze zijn vertrokken en ik denk dat dat niet meer te stoppen is. Hoe zou u nou tot bepaalde maatregelen komen qua advies aan de politici om te zeggen van hoe kun je toch een beetje de monetaire crisis weer uit het slop trekken? Door alsnog zo'n politieke unie te verwezenlijken? Ik denk dat het onvermijdelijk is om in die richting te gaan. Dus laat me het zo stellen. We hebben een munt gecreëerd, maar het is eigenlijk een munt zonder land. Huh? De euro is een munt zonder land. En dat is het probleem. De geschiedenis heeft uitgewezen dat zo'n munt niet blijft bestaan. We moeten met andere woorden een land creëren. Nu, wat betekent het een land te creëren? Niet noodzakelijk dat we één leger hebben. Maar wel dat er een budgettaire unie komt. Dat we een aantal dingen samen doen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat, zoals ik daarnet zei, dat als landen in problemen komen, dat er een soort verzekeringsmechanisme is, dat we elkaar helpen. Dat is essentieel, denk ik. Maar dat kan je alleen maar doen in de context van een politieke unie, waarbij we dat samen beslissen. En ik denk dat dat een essentieel element is om die muntunie recht te houden. Als we dat niet willen doen, ja, dan gaat die muntunie in gevaar komen. Dus ik zeg het op de volgende manier. We hebben de keuze. Ofwel willen we die euro behouden en dan zullen we verplicht zijn in die richting te gaan van meer politieke en budgettaire unie. Als we dat laatste niet willen, dan gaan we die euro niet kunnen behouden. Dus make your choice. Zo is het. Eigenlijk zou er een Maastricht 2 moeten komen om Maastricht 1 te repareren of te vervolmaken. Idealiter, ja, zouden we zoiets moeten doen. Hè? Dus waarbij we weer samen zitten en zeggen, kijk, We moeten dat gebouw dat we nu opgetrokken hebben en dat onvolmaakt is, dat niet af is, daar is nog geen dak op en zo van die dingen, laten we daar nu een dak op zetten. Natuurlijk, ik vrees dat dat eigenlijk niet zal gebeuren en dat het eerder het model zal zijn van we wandelen naar de volgende crisis en dan gaan we daar wat aan prutsen, gaan we beginnen werken aan zo'n dak. Dat is denk ik de manier waarop het zal gebeuren. Dus niet rationeel laten we samen zitten en anticipatief op wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, nu al de maatregelen nemen. Helaas zal dat zo niet gebeuren. Dus we gaan het dak pas erop zetten of repareren als de lekkages. Ja, en als de storm er is, dan gaan we pas beginnen. Oei, we moeten hier absoluut een dak op dat huis zetten. Ja. Dat is lastig werken tijdens de storm. Dat is lastig, ja.